50-plussers zijn weer hot. Inderdaad, ga ik even vragen aan de dames in de tafel. 50-plussers of niet, dat vraag je niet aan de dame. Dus daar begin ik allemaal niet mee. Ik ga er praten met Meerte Stappen, oprichter van een nieuwe start-up. Dat klopt. Ik schat onder de 50. En Diana Den Haan, algemeen directeur van de AMBO. Natuurlijk ook onder de 50. Zeker. Ja. Zeker, ja. Nou, laten we beginnen met mevrouw Den Haan. Ik mag Diana zeggen, we hebben afgesproken. We proberen elkaar te tutoyeren, ook dat nog. Hè. De ouderen wordt herontdekt. Dan zou je kunnen zeggen, als het echt zo is, dan is uw organisatie ook overbodig geworden. Nou, dat is toch niet helemaal waar. Er is nog een hoop werk aan de winkel. Zeker als het gaat over arbeidsparticipatie van 50-plussers. Daar valt nog heel veel werk te verzetten. Maar is er zoveel werk aan de winkel als we... We gaan straks ook naar wat cijfers kijken. Maar is er echt zoveel werk aan de winkel als we nu steeds uit de media vernemen? Of valt het allemaal wel mee? Want er zijn toch ook veel meer ouderen aan het werk nu dan 10 jaar geleden? Ja, het gaat iets beter met de werkloosheid, maar niet onder 50+. En je ziet bijvoorbeeld ook nog van de 426.000 WW-uitkeringen die worden betaald, meer dan de helft 50+. Nou hebben we wel goed nieuws. En daarvoor zit hier meneer Ter Stappen aan tafel, hè, van de start-up team. Ja, zeker. Want jullie zijn een start-up begonnen, jonge mensen. Met heel veel jonge mensen, ja. Allemaal onder de 30. Maar jullie hebben ook ouderen nodig. Ja. Ja, echt ouderen. Ja, 50-plussers, senioren. Ja. Na het zien van de film The Intern keken mijn compagnon Dorrit Roest en ik elkaar aan. En we zeiden, hey, wij moeten een Ben hebben, zoals in de film. The Intern. Daar moeten we even naar gaan kijken. Even naar kijken. Remember a few weeks ago we talked about the senior intern program? Seniors in high school or college? No. Seniors in life. Hold on. What? My internship keeps busy. Mr. Congeniality. Everybody loves him. You should dress to impress. Tuck in the shirt. Why doesn't anybody tuck anything in anymore? Oh, I'm asking you. It's moments like this when you need someone you know you can count on. Because you're my intern. Film gezien en mooie rol zie je ook van Robert De Niro. Waarom was dit nou de inspiratie voor wat jullie gaan doen of zijn gaan doen? Nou, dit was de inspiratie omdat wij eigenlijk zagen dat in deze film, Ben, gespeeld door Robert De Niro, dat je ziet dat hij zichzelf binnen, nou, ik denk 1 of 2 weken onmisbaar maakt in een organisatie. Ja. Nou, en als wij zo'n Ben kunnen vinden, ja, dan teken ik daar wel voor. Maar ja, dan moet het wel samen gaan. Hè? Jongeren met een oudere. Uiteraard, ja. En dan dat moet je ook zorgen dat hij niet achter zijn rug wordt uitgelachen. Dat je daar heel serieus mee om kan gaan. Ja. Dat het ook bij elkaar past. Ja, nou, we hebben het aan het team voorgelegd wat ze ervan zouden vinden. En ze waren allemaal eigenlijk heel erg enthousiast. Want als je nog meer van elkaar kan leren, dan wil je dat toch. Ja, gaat het werken? Ouderen en jongeren samen. Is het juist een heel goed idee als je dit hoort? Een heel goed idee. Wij zeggen altijd jong en oud is goud. Het is heel erg belangrijk om diversiteit op de werkvloer te hebben. We doen dat bij AMBO zelf ook. Hele jonge mensen met wat oudere mensen. Dus de jongste is 23, de oudste is 72. Ja. En je ziet dat die mix heel erg goed werkt. En wat leer je dan? Wat kunnen jongeren van ouderen leren? Nou, kijk, ouderen hebben vaak veel levenservaring. Hebben alles al een keer meegemaakt. Hebben ook de rust om zeg maar naar verbanden te kijken. En het wat meer vanuit een helikopterview te bezien. Maar kunnen het dan ook vaak dood? Gooien, dat een jongen heel enthousiast is, dat zijn ouder zegt, nou, dat wordt 3 keer meegemaakt, moet dat nou? Nou ja, dat moet natuurlijk niet op die manier. Maar het is wel verstandig om te zeggen, dat hebben we een aantal keer gedaan. Misschien kun je een beetje meer dit of kun je een beetje meer dat. En je ziet dat de jongeren, bijvoorbeeld de ouderen, weer helpen bij alle hele snelle ontwikkelingen in technologie. Ja, Meerte, nou zie je eigenlijk dat wat daar gebeurt bij AMBO. Dus eigenlijk, die doen eigenlijk wat jullie ook willen gaan doen. Dat doen ze al heel lang. Iemand van jong in de 20, midden 20 en iemand van begin 70. Dat werkt wel bij elkaar. Ja. Zo nieuw is het niet. Nou ja, maar dat zeggen wij ook niet. Wij zeggen ook niet dat het per se nieuw is. Ik moet alleen wel zeggen dat binnen de start-upwereld waarin ik me begeef, heb ik het nog niet gezien. Dus binnen de start-upwereld denk ik dat het wel degelijk iets nieuws is. En inderdaad, wat mevrouw Den Haan al zegt, ik denk dat we zo'n toevoeging kunnen zijn daarin. Ja. Diane, mag je zeggen. Je mocht die Diane. Ik mocht het tatoeëren, ja. Maar dit was het goede nieuws. Hè. We hebben eigenlijk meer goed nieuws, maar even ook wat minder goed nieuws over de AMBO. Want lees ik nou allemaal in het AD een heel verhaal. U zou daar enorm. U ziet hier echt te glanzen, te glimlachen. Ja. Maar u zou daar tekeer gaan als een beest, een soort dictator zijn ook. Ja. U werd zelfs mevrouw Poetin genoemd. Ja, dat is een interessante bijnaam. Is dat een andere kant van u die we nou niet zien? Of? Nou, nee hoor, dat valt best mee. Maar je moet zo'n grote organisatie als AMBO natuurlijk wel ergens naartoe leiden. We hebben een doel, namelijk dat we nog zichtbaarder willen zijn op lokaal niveau. De decentralisatie van de zorg noopt ons daar ook toe om dichter bij de mensen in de buurt te zijn. Dus is in 2008 al een heel groot verander- en vernieuwingstraject ingezet. Ja. Daar zijn we nu 7 jaar mee bezig. En verandering, ja, dat levert soms ook weerstand op. Het klinkt een beetje opeens in wat politieke termen. Jammer van dit leuke gesprek eigenlijk nu. Maar ja, dat waren politieke termen. Dat Poetin, dat is gewoon uit de lucht gegeven. Dat zijn gewoon een paar mensen die
rancuneus zijn, een rekening te effenen hebben? Nou, kijk, er zijn mensen die hebben, die zijn het niet eens met de veranderingen. En die vinden dus dat het zo niet moet. En die vinden dat het niet democratisch gegaan is. En ik zeg dan, als wij 7 jaar lang in de vereniging rondlopen om draagvlak te creëren, ledenraadplegingen te doen en te vragen waar mensen heen willen, en we gaan dat vervolgens doen, want dat is in 2012 besloten. En we zijn nu al 3 jaar in de uitvoering en nu komen we op het lokale niveau waar we het een en ander willen veranderen. Ik raak helemaal de weg kwijt, maar het komt allemaal goed. Komt en dan zijn mensen boos. En maar mevrouw Poetin zit er nog over een paar jaar? Dat gaat over en mevrouw Poetin zit er over een paar jaar gewoon nog met heel veel liefde en plezier. Maar als je dit hoort, dan denk je dan niet van ja, het is wel leuk, maar ook een beetje wel een risicofactor, die ouderen. Rollenbollend over straat, je hoort het ook van de oudere partijen. We hebben meer dan 3000 vrijwilligers en er zijn rond de 100, 150 die het er niet mee eens zijn, die naar de pers gaan. Dus ouderen zijn fantastisch, vrijwilligers zijn geweldig. Ik vind het een fantastisch initiatief. Ik geloof over jullie, iets nog over jullie initiatief, wat jullie dan precies gaan doen met een groep van hoeveel mensen in totaal? Wij zijn op dit moment, ons team bestaat uit 6 man, of eigenlijk vrouw, moet ik zeggen. Ja. 6 vrouw. Ook die oudere vrijwilliger, dat wordt ook een vrouw? Het gaat erom dat degene heel erg enthousiast is om bij ons te beginnen. En of dat nou een man of een vrouw is, dat laat ik nog even in het midden. Maar een man zou inderdaad wel goed passen binnen een team vol vrouwen, denk ik. Dat zou wel en wat een beetje weerstand bieden. En wat ga je met z'n allen doen? Wat is gewoon de bedoeling? Noem eens een doelstelling. Wat willen jullie bijvoorbeeld over een jaar bereikt hebben? Nou, Tim staat voor de Influencers Movement. En met de Influencers Movement willen wij de redelijk beperkte influencersmarkt openbreken. En dat doen wij door een marktplaats te bouwen voor enerzijds influencers, de bloggers, vloggers en de Enzo-knollen onder ons. En door anderzijds een podium te bieden aan de brands en agencies die een campagne kunnen plaatsen op de marktplaats. Maar in ieder geval dus met 1 oudere erbij. Dat scheelt toch in de werkloosheidscijfers. Want laten we even naar die cijfers kijken. Hoe staat het er eigenlijk precies voor? Daar hebben we cijfers over. En dit gaat over de 55-plussers. Daar zijn echt harde cijfers over bekend. Kijk eens, in 2003 23.000 werklozen. Oké. Kijken we naar 2015, 123.000 werklozen. Dat is inderdaad de ene kant van het verhaal. Ja. Het zijn er dus veel meer. Dan zijn er ook veel meer sowieso, dat is het goede nieuws, veel meer ouderen aan het werk. Is het nou een heel teleurstellend cijfer? Het is wel echt een teleurstellend cijfer, ook omdat je ziet dat er toch nog onvoldoende aan gedaan wordt. Beeldvorming is heel erg hardnekkig. Er wordt veel gezegd dat ouderen langer ziek zijn, minder productief, te duur. Allemaal niet waar? Ze zijn wel wat duurder, maar daarvoor leveren ze ook veel meer ervaring en kennis. En langer ziek en niet productief is absolute onzin. Maar beeldvorming is hardnekkig. Dus... Ja, Meert, hoe zit het bij jullie met de beeldvorming? Met de jonge mensen die op zoek zijn naar die enthousiaste ouderen? Ook een beetje toch door die beeldvorming heen moeten breken, of valt het mee? Nee, bij ons valt dat heel erg mee. Ik heb er eigenlijk helemaal geen last van. Wordt het wel de duurst betaalde kracht zometeen, de ouderen, die wordt aangenomen? Nou, daar moet het niet om gaan. Nee. Dus ik denk ook niet dat dat vanzelfsprekend is dat dat gebeurt. Nee, helemaal niet. Nou heeft MKB Nederland zich ook uitgelaten over die vraag. Hè? En kijk eens in een quote hoe zij aankijken tegen de rol van de oudere werknemer. Even goed kijken. Je kunt een werkgever bijna niet kwalijk nemen dat als hij kan kiezen tussen iemand van 28 en 54... dat hij dan die van 28 kiest. Dat is heel menselijk, zegt dan een woordvoerder van MKB Nederland. Die heeft zich er bijna bij neergelegd. Ja, ik mag aannemen dat hij de volgende dag geen baan meer had. Want dat kun je natuurlijk toch niet zeggen. Het is verschrikkelijk. Kijk, ik toch even dat dictatoriale trickje. In dit geval, het is verschrikkelijk. Want als een woordvoerder van een midden- en kleinbedrijf in Nederland dit soort dingen zegt, dan ben je ver van huis. Wij hebben als AMBO in de Sociaal-Economische Raad gezeten. Daar zit je met werkgeversorganisaties aan tafel. En daar hebben we informeel ook vaak gehoord, die ouderen hebben we toch liever niet. Maar en dat vind ik gek, want het hangt toch helemaal van de kwaliteiten af van degene. Ja. En dat zou niet moeten gaan om de leeftijd. Natuurlijk, ik begrijp dat je als ondernemer zijnde kijkt naar de kosten en dat de kosten hoger liggen voor iemand die wat ouder is. Maar inderdaad, die zou toch ook meer kwaliteiten moeten hebben. Dus het is maar net waarnaar je op zoek bent, denk ik. En in welke markt je ook begeeft. Nou, ja, dat heeft er ook mee te maken. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat je leeftijdsbewust personeelsbeleid voert. En dat je dus kijkt naar de mix op de werkvloer. En dat ouderen bijvoorbeeld ook blijvend aan scholing mogen blijven doen. Je ziet vaak dat mensen van 40 jaar en ouder al niet meer uitgenodigd worden om aan scholing te doen. Het is heel belangrijk om mensen ook gewoon inzetbaar op de arbeidsmarkt te houden. Al die zaken kennen we, demotie natuurlijk ook genoemd. Maar het heeft ook zeker met die beeldvorming te maken. Ja. Want als MKB dit al zegt, die in overleggen erbij zijn, die roepen dit soort dingen al. Ja, dan is het wel heel hardnekkig. Het is heel hardnekkig. Daarom vinden wij ook dat het ministerie hierop moet blijven inzetten.
natuurlijk langer termijn. En op de korte termijn zijn er ook nog heel veel dingen mogelijk. En ja, het ministerie laat ook een beetje afweten. Dus de ministerie laat het afweten. Wat zouden ze moeten doen? Die zouden veel meer geld en energie moeten stoppen in beeldvormingsprojecten. Maar ook bijvoorbeeld in beeldvormingsprojecten? Beeldvormingsprojecten om te laten zien dat dit dus niet waar is. Instoppen bijvoorbeeld. Hartstikke mooi. Maar laat dit ook veel meer zien. Investeer daar ook in. Want start-ups hebben over het algemeen weinig geld. Dus geef daar ook financiële prikkels voor om bijvoorbeeld ouderen in een start-up aan het werk te laten. Nou ja, of zorgen voor wat wij willen, hè, wat wij van plan zijn. We hebben misschien niet de financiële middelen, maar wij hebben wel heel veel andere dingen die denk ik van heel grote toegevoegde waarde kunnen zijn. Met ons bedrijf Tim geven wij elke maand, laten we een van onze medewerkers laten wij een talk geven. Dat noemen wij de Academy. En iemand moet zich verdiepen in een bepaald onderwerp. Dat kan zijn een juridisch onderwerp, cookie-wetgeving, noem maar op. Alles wat een beetje past binnen onze start-up. Ja. En diegene gaat een verhaal vertellen en daar leert het hele team van. Nou, dat is toch een toevoeging die je ook wil geven als werkgever. Dus je mag ook een oproep doen. Als je echt een steentje wil bijdragen, dat doe je ook. En gewoon echt een oproep, want je hebt gewoon deze mensen nodig. Nou, pak maar even, pak die camera maar hier. Nou, dat doe ik graag welke van de 20. Nou, pak deze maar even. Hij mag zelfs die pakken. Nou, die pak die maar. Ja. Waar je nu naar gaat kijken. Leuk oproep. Alle 50-plussers die op dit moment thuis zitten en denken... hey, ik heb morgen eigenlijk niet zoveel te doen... dan wil ik jullie vragen om even naar onze website te gaan... www.theinfluencersmovement.com... om daar de fantastische functie van ons te gaan bekijken. Wij zijn op zoek naar iemand die enthousiast is, die gedreven is... die zin heeft in een nieuwe uitdaging... om bij te dragen aan de influencersmarketing. Oké. Nou, dankjewel. Ik stap op. Ga op deze toekomst. Oh, nou. Dat gaat heel lekker. Oh, dankjewel. Ik dank jullie voor dit gesprek. Kijken wat er van komt. Laat het ons weten. Ik kom zeker terug om te vertellen. Dankjewel. Graag gedaan.